De Biesbosdag in Werkendam was dit jaar een week eerder dan normaal en met het zonnetje aan de hemel is dit volgens de voorzitter van de ondernemersvereniging perfect gepland. Het is ongelooflijk dat gewoon het weer meewerkt. Als je naar het weerbericht volgende week kijkt, dan hebben we helemaal geluk. Dus het is gewoon super. Het is ongekend. Wat is er nou op zo'n dag als vandaag allemaal te doen? Ja, wat is er niet te doen? Eigenlijk alles wat met Biesbos te maken heeft, van vroeger, van nu, van kunst tot werkzaamheden, waterbouw, alles is aanwezig hier. De complete Biesbos is vertegenwoordigd. Naast de oude ambachten en de Biesbosliederen was er plaats voor iets nieuws tijdens de Biesbosdag. Kunst. Hedendaagse kunst in de Kruisstraat, maar verscholen in de oude wereldwinkel in de Hoogstraat, kon men kunst uit de Biesbos zien. Dit is het werk van Yves Timmermans. En Yves Timmermans, dat was een hele bekende Werkendammer. Hij was kapper en in zijn salon, daar exposeerde hij ook zijn werk. En het is zo dat heel veel klanten van hem, die hebben ook iets van hem gekocht. En dat hangt nu nog in de huiskamers hier in Werkendam of omstreken. En wat ook buitengewoon leuk is, dat de mensen die lopen binnen en het is een herkenning, zeg maar, van een sfeer die er vroeger was in die kapsalon. En heel velen die kenden ook kapper Timmermans. En zo ontstaan er buitengewoon leuke gesprekjes vandaag, zeg maar, over tijd die voorbij is. Want wat maakte hij zoal? Het is zo dat zeg maar, in al zijn werk, zeg maar, is het altijd, zeg maar, het water of de overgang van het land naar het water. En alles wat er in die zone, zeg maar, afspeelt. En ook altijd, zeg maar, zijn er knotwilligen, is er waterwild, vogels, schitterende luchten. Ook, zeg maar, als je hier zo rondkijkt, dan is het puur de sfeer van de Biesbos. Hij was verknocht aan de Biesbos. Hij kwam niet uitgeschilderd. En ook de details, vogels of vissen of bloemen, zeg maar, ja, die kon hij op een meesterlijke wijze weergeven. En ook wat echt wel heel knap was, dat hij ook echt puur die sfeer kon weergeven. Soms een hele verstilde sfeer met riet, met water, met luchten. En dat was puur, zeg maar, de Biesbos op zijn mooist. Velen zullen niet meer weten dat de loop van Schipper was. Van die tijd al lang geleden.